70% van ons aardoppervlak bestaat uit water, uit oceanen. Die zeeën zijn onmetelijk groot en we weten nog zo weinig van die oceaan. Dus dat is eigenlijk hetgene wat mij ook echt getriggerd heeft. Van joh, er is nog zoveel onbekend van onze eigen planeet. Als je dan zich daarin verdiept, dan weet je ook dat de oceanen eigenlijk ons klimaat op aarde beheersen. En als een soort radiator zorgen dat warmte en koude over de aarde verspreid worden. Door mijn interesse in de oceanen ben ik marinebiologie gaan studeren. En ik heb eigenlijk altijd gekozen om naar het geheel te kijken, de ecologie, dus de samenhang van het leven. Maar tegelijkertijd was ik ook erg geïntrigeerd in het gedrag van de individuele organismen en de dieren. Dat noem je de ethologie. De natuur heeft het al uitgevonden, dus laten we kijken naar de natuur hoe we het zouden moeten doen. En vervolgens niet verwaarlozen dat in dat geheel individuele organismen voorkomen. En dat zijn eencellige algen, dat kunnen visjes zijn, maar die hebben ieder hun eigen gedrag en voorkomen. Als je daar allemaal rekening mee zou kunnen houden, dan weet je ook dat het geheel goed gaat draaien. Als je kijkt naar de natuur en dat als voorbeeld neemt, ben ik tot een visie gekomen. Dankzij mijn werk ook, wat ik heb mogen doen voor Diergaarde Blijdorp. Daar gewerkt heb aan de voortplanting van allerlei dieren. Die achtergrond heeft er eigenlijk toe geleid dat ik denk van, we zouden op een veel natuurlijke manier aan onze voedselvoorziening kunnen voldoen. En daar is eigenlijk het idee uitgekomen van wat ik nu Tiny Ocean noem. Waarbij het kleine leven in het oceaan, eencellige algen, het voedsel vormen voor vislarven, soms ook voor schelpdieren. En op die manier heb je een ecologisch klein systeem, wat je kan nabootsen in een kweeksysteem en eigenlijk dus een tiny ocean is. Dus als je kijkt naar de tiny ocean, is het grote voordeel dat met name de footprint die de tiny ocean heeft op de omgeving eigenlijk niet aanwezig is. En als je verder kijkt, heeft het zelfs een positief effect, omdat de vissen die daaruit komen, zijn gezond. Je hebt een hele hoge overleving van de dieren in zo'n systeem. En daarmee zou je ook weer dieren terug kunnen brengen in de oceaan. En daarmee heb je ook, terwijl je aan het kweken bent voor menselijke consumptie, heb je ook een wederkerigheid naar onze eigen planeet, de oceanen, die je dan weer zou kunnen verrijken met dieren die je gekweekt hebt. En je creëert ook nog eens op de plek waar je die tiny ocean neerzet, werkgelegenheid. Binnen het bedrijf werken we dus continu met heel veel jonge mensen die mij inspireren. En die hopelijk ook geïnspireerd worden door de omgeving. Dat is wel een inspiratiebron om verder te gaan en vast te houden aan het principe dat we op een andere manier willen werken aan de productie en natuurherstel op onze aarde. Als ik dan ga kijken naar welke ambitie ik zou hebben voor de komende jaren, zou dat heel nauw aansluiten bij wat de Verenigde Naties uitgeroepen hebben tot de decade van het actief ecosysteemherstel. Wij zijn bezig om met de platte oesterriffen in de Noordzee te herstellen. En dat betekent niet alleen dat je een platte oester terugbrengt, maar daarbij een heel driedimensionaal rifsysteem waar allerlei organismen op en aan en onder kunnen groeien. En die zorgen weer voor een hele grote biodiversiteit. Een van de belangrijkste dingen voor onze toekomst is dat we de nieuwe generatie mee gaan nemen. En dat we onze opleidingen en de manier van denken vanaf het begin van onze jeugd moeten gaan aanpakken om te zorgen dat er een veel breder gedachtepatroon komt. Veel minder gericht op de mens zelf, op het egoïsme, maar meer op van hoe kunnen wij op deze unieke planeet, hoe kunnen we daar nou met z'n allen voor gaan zorgen dat wij ook voor hun kinderen daar een leefbare en gezonde planeet uit voorkomt. En dat begint met het zorgen dat er in de opleidingen veel aandacht besteed wordt aan meerdere manieren waarop wij na kunnen denken over het leven en hoe we daarin moeten staan.